In deze serie video's ga ik je laten zien hoe je het meeste uit je werkplaats kan halen zonder dat het je een vermogen kost. Zo ga ik vandaag deze kar maken waar al je handgereedschap op kan. Zelf heb ik hier schroevendraaiers, tangen, hamers, grote tangen. En aan de andere kant heb ik zelfs nog al mijn klemmen zitten. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! Het gaat er maar om dat het niet super duur wordt, maar dat het functioneel is en efficiënt met de ruimte. Want deze ruimte is wel groter dan wat ik had. Maar het is natuurlijk nog steeds geen enorme ruimte. En ik wil zoveel mogelijk ruimte houden voor mijn projecten. Niet dat het vol staat met allemaal onzinnige, loze ruimte eigenlijk. Dus, efficiënt en niet te duur. Daar gaan we voor. Laten we aan de slag gaan. Want laten we niet vergeten hoe de oude werkplaats was. Dat was ongeveer zo groot. Ik maak deze kar van 18 mm dik multiplex. Je kan dit qua hout net zo fancy maken als je zelf wil, maar ik heb ervoor gekozen om de goedkoopste platen te nemen die recht waren. In totaal heb je nog geen hele plaat nodig hiervoor en in totaal was ik dus zo'n 40 euro kwijt aan hout en dan nog eens 20 euro aan de wielen, wat dit hele kastje zo'n 60 euro maakt. Nadat ik met de invalzaag de zijpanelen op maat gemaakt had, konden ze op de bodemplaat vastgemaakt worden. Ik heb dat hier met schroeven en lijm gedaan voor extra stevigheid, maar waarschijnlijk waren niet ook prima geweest. Zo, deze is nu, nou ja, de basis is af. Hij is alleen nog niet zo heel stevig, dus ik ga hier bovenin ga ik een bakje maken. Daar kunnen pennen in, daar kan wat lijm in, allemaal andere frutsels. Maar die gaat hem dus ook gelijk die stevigheid hierboven geven. Die onderin komen ook nog twee paneeltjes. En wat ik zelf wel slim vond, deze latjes... te krijgen had ik een strook afgezaagd van 450 voor het bodempaneel, helemaal parallel. Dus nu heb ik allemaal tussenstukjes die hier precies tussen passen. Super handig. Nou goed, een bakje. Dit bakje gaat zo komen, hop, hop. Maar ik wil hierin een aantal compartimentjes maken. Dus ik ga met de afkortzaag ga ik hier wat sleuven in maken. Dat ik daar schotjes in kan zetten. Dat ik verschillende compartimenten heb voor lijm, voor weet ik veel wat eigenlijk. Met een paar stukjes tape maak ik de plankjes aan elkaar vast, zodat ze niet ten opzichte van elkaar gaan verschuiven als ik alles aan het zagen ben. Door de dieptestop van mijn afkortzaag te gebruiken, kan ik hele nette groeven zagen waar de plankjes straks mooi in gaan passen. Ik gebruik hier een 2 mm radiusfrees om alle randen van de planken netjes af te werken. Je ziet het nauwelijks, maar het geeft wel net een zacht gevoel aan alle plankjes. Zo, kan ik hier de schotjes in gaan zetten voor de stevigheid, wielen eronder en dan kan ik hem helemaal gaan configureren naar alles wat ik erin wil hebben. En tot dit is ongeveer wat ik gepland heb met die schotjes en die wielen. De rest wilde ik gewoon even gaan kijken met mijn tools, hoe dat allemaal uit ging komen. Ik wil hierboven schroevendraaiers, dan tangen en dan weet ik het eigenlijk nog niet. De andere dingen die erin moeten. Dus laten we gewoon op die manier gaan beginnen. Eerst de schotjes. Ik heb deze zwenkwielen gekocht en in dit soort wielen zitten altijd van die grote gaten. Volgens mij zijn die eigenlijk voor bouten bedacht. Maar wat ik ga doen, ik ga met sluitringen en dan gewoon grote schroeven. Ga ik ze vastzetten, dat zou meer dan voldoende moeten zijn. Nou, wel even netjes voorboren natuurlijk.
heb bewust voor deze wat grotere wielen gekozen, zodat ze wat makkelijker rijden hier als er een keer een stukje hout ligt of als er een verlengsnoer ligt. Dat ze niet gelijk dat ding omvalt. Even kijken. Perfect. Dat is in elkaar. Dus het eerste wat ik wil doen, hierboven wil ik mijn schroevendraaiers hebben. En in de vorige werkplaats zat ik die in deze rekjes. En ik zat eerst te denken om misschien die hele rekjes hier zo op te schroeven. Kan. Maar, het is, ja, ik wil liever meer opties. Want nu, twee rekjes, dan zit het vol. Als ik zelf een plankje maak, dan gaat het gewoon passen. Dus, dat is wat we gaan doen. Een plankje. Ik heb hier 7 schroefdraaiers en daar ook. En de gaatjes zitten hoe ver uit elkaar? 10. Is dat van malle maat? Iets meer dan 3,5. Nou, deze wil je niet dichter bij elkaar. Perfect. Nou kan hiervoor volgens mij gewoon prima een rij met zijn eigen spacing, want die zijn zoveel kleiner. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Nog twee ruitjes gezaagd en die ga ik gebruiken om mijn tangen en op te hangen. Ik heb nog niet zoveel tangen, maar ik wil gewoon wel wat ruimte houden voor uitbreiding. Dus ik ga eentje boren met kleine gaten en een met grote gaten. En die kleine zijn voor al dit soort tangen. Tjok, 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 tjok. En de grote zijn voor wat grotere tangen, mijn waterpomptangen en dat soort dingen waar een wat grote handvat aan zit. En dat ga ik gewoon simpelweg doen door met een forse boor gaten te boren. Op twee. Ook deze moet natuurlijk een vaste plek gaan krijgen. Dat heeft hij nog niet. Gaan we. Toch wel frustrerend langzaamaan dat hij steeds vastslaat. Eigenlijk moet er wat groters voor. En deze volgende, daar moeten een aantal van de grotere tangen, waterpomptang, die en de bako en dat soort dingen, moeten daarin gaan komen. En ik denk dat ik deze een beetje zo ga doen. Een beetje scheef. Want dan kan die wat dichter bij die andere. Zo. Oké, even goed. Ik weet dat die prima uit te halen. Zo. Hoppa. 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 Ik heb hier nu aan de voorkant het grootste gedeelte van de tools die ik hier wil hebben, die heb ik hier. Ik heb nog wat veilen en wat steeksleutels, maar die steeksleutels moeten aan de zijkant gaan komen. Veilen weet ik nog niet. Maar ik ga hier in ieder geval aan de achterkant ga ik eerst verder. Want dit is waar de klemmen gaan komen. Ik ga hier beginnen met de kleine klemmetjes, iets grotere klemmen en dan de grootste klemmen onderop. En die ga ik dan wel zo ver mogelijk naar binnen laten hangen, dat het centrum van de massa zoveel mogelijk binnen de wiel is, dat niet die hele kar in één keer omvalt.
Nou, zoals je ziet, schroevendraaierstangen. Alles zoals ik op dacht had. Hier aan de zijkant is nog een hoop ruimte over. En aan deze kant ook. Hier moet mijn blokhaken gaan komen. Een ander meetgereedschap. Mijn schuifmaten moet ik daar een houder krijgen. En hier moet nog iets met boren komen. Dat lijkt me ook nog wel handig. En ik heb ook nog ruimte om hier iets te maken. Dan heb ik nu natuurlijk wel dit ding opgehangen waardoor dat niet zo lijkt. Maar hier kan ook nog iets waar bijvoorbeeld echte, ja, wat echt gemaakt is voor hamers of wat dan ook. Ik heb het plankje hier zelfs al liggen. Ik weet alleen nog niet hoe ik dat wil hebben. Dus dat moet nog even op zich wachten. Wil je nou meer van dit soort projecten zien? Kijk dan even de playlist hier. Er staan er al een heel aantal, maar er gaan er in de komende week ook nog een heel aantal bij komen. Dus als je niet gesubscribed bent, doe dat dan even. Dan krijg je ze allemaal te zien. Tot volgende keer.